Ze krijgen een cadeautje overhandigd. Ingecalculeerd, maar ik heb vandaag wel iedereen zo wat laten spelen. We zijn 2-0 voorgekomen en dan hebben we gewoon gevoetbald en uiteindelijk 2-4 verloren. Kan gebeuren. Niks aan de hand nu naar de volgende wedstrijd. Het was ook een wedstrijd waar er eigenlijk weinig of niets op het spel stond. Vooral belangrijk, geen kaarten en geen gekwetsten. En dat is vandaag ook niet gebeurd. Ik denk dat we ons niet moeten mee bezighouden. Ik denk dat Châtelainot op een slimme manier getracht heeft de spelers te laten rusten voor donderdag. Wij hebben er een oefenwedstrijd of competitiewedstrijd van gemaakt. Je mocht dat noemen hoe je dat wilt. Maar ik denk dat het goed is dat iedereen bezig is geweest. En wij moeten gewoon zorgen dat we donderdag klaarstaan. Wat de competitie betreft, ja, dat moet iedereen voor zich uitmaken. Wij spelen het spel eerlijk tot de laatste dag. Een voorkeur mag je hebben, maar uiteindelijk als je kampioen wil spelen moet je gewoon tegen iedereen kunnen winnen en moet je je plaatsen. En dat zullen we nu ook proberen te doen. Ik denk dat we een fantastische competitie hebben gespeeld. Natuurlijk één wedstrijd verloren, juist die laatste. Maar misschien is dat juist goed, hè? Juist voor de bekerfinale en anderzijds de play-off wedstrijden. Ik denk dat we geen schrik moeten hebben van geen enkel ploeg, maar we moeten natuurlijk wel opperbest zijn.